Ik ben Tom Zwinkels van de onderneming Zwinkels Tomaten. Wat mij als ondernemer drijft is het passie voor het vak. Het met elkaar, want je doet het uiteindelijk met elkaar, het bedrijf runnen. En daarin delen wij trostomaatjes en dat vinden wij heerlijk om hele lekkere smaak en het perfecte trostomaatje te telen voor de Europese consument. Mijn vader is nog steeds ondernemer. Hij is ook mee veranderd, het bedrijf is veranderd, het bedrijf is groter geworden, professioneler geworden. En dat is zeker een hele grote verandering ten opzichte van het verleden. Toen was je eigenlijk zelf, deed je alles, je was het manusje van alles. En tegenwoordig ben je veel meer in specialismes aan het werk en heb je ook veel meer professionals om je heen die je daarbij assisteren. Dynamische proces, dat zien wij in dat wij regelmatig onszelf, maar ook onze totale bedrijfsvoering onder de loep nemen. We zien dat we elk jaar eigenlijk een professionaliteit, een specialist bij ons in het bedrijf toevoegen. En dat komt eigenlijk omdat we zelf zeggen van joh, de bedrijfsvoering onder de loep nemen. We zien dat daar een gat valt, we zien dat daar kansen liggen, dus daar moet een specialist op komen. Durf verder te kijken dan je eigen bedrijf en stap naar buiten. Stap ook naar buiten en kijk naar je bedrijf van kunnen ze het ook zonder mij? En uiteindelijk moet het allemaal door kunnen draaien en door blijven draaien. Anders dan ben je onmisbaar. En elke ondernemer of elke key schakel binnen een bedrijf, die zou misbaar moeten zijn. Waardecreatie van het bedrijf kun je op meerdere manieren toepassen. Uiteindelijk, als bedrijf als zijn wij gegroeid, maar wij proberen elk bedrijf op zichzelf te laten staan. Daardoor is de verkoopbaarheid, om het zo te zeggen, is daarmee gegarandeerd of is daarmee mogelijk. Plus erbij dat elk bedrijf een eigen organisatie heeft. En die organisatie die staat en draait. En het moeilijke van bedrijven waar één ondernemer op zit die eigenlijk te klein is om de stap door te maken. Dat hele bedrijf is te afhankelijk van die ene ondernemer en daardoor zie je dus dat hij eigenlijk in de schaalvergroting gemist heeft en daardoor bijna onverkoopbaar wordt. En bedrijven die keuzes niet gemaakt hebben, die zijn zeker niet te laat. Het is nooit te laat om een keuze te maken. Uiteindelijk kan elke keuze gemaakt worden en niet elke keuze is goed. En keuzes die wij maken zijn ook niet altijd goed. Er zit ook wel eens keuzes tussen dat je achteraf denkt van had ik maar anders. Maar daarom is het vooral belangrijk om tijdig na te denken wat je wil, hoe je het wil. En ook een exitstrategie, een exitplan hebt van wat als. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vond het zelf ook niet makkelijk, maar ja, je wordt er wel toe gedwongen om goed om over na te denken. Als je echt toekomstbestendig wil zijn, dan moet je daar goede keuzes in maken. En ook een bepaalde grens stellen van joh, tot waar wil je gaan en hoe ver wil je gaan. Ik hou altijd van op een roze wolk zitten. Die roze wolk voor 2026, dat is... Het zal ongeveer hetzelfde zijn, denk ik. Ik hoop dat daar een stuk internationalisatie bij gekomen is. Daarin hoort eigenlijk dat wij als ondernemers eigenlijk gezegd hebben, we willen steeds een stapje van het bedrijf afnemen. Dat houdt niet in dat de betrokkenheid minder wordt, maar dat houdt in dat wij misbaar worden. En dat wij van eigenlijk als een soort helikopter boven het bedrijf kunnen hangen. En daardoor dus ook meer over strategie na kunnen denken, meer ook met strategie bezig kunnen zijn. En uiteindelijk kijken of je bedrijf, je bedrijfsvoering tot een nog hoger plan of nog een breder plan kan krijgen. En dat kan in de huidige onderneming, maar dat kan ook in een nieuwe onderneming of in een groep van ondernemingen. Dat is over die roze wolk ben ik nog niet uit. Ik denk dat in 2026 de tuinbouwsector heel veel lijkt op hoe die nu is. Er zullen een aantal megabedrijven zijn, zoals ik me noem, 100 hectare plus en een aantal bedrijven tussen de 20 en de 50 hectare, waar ook gewoon nog prima ruimte voor is. Alleen wat wel verandert is de professionalisering. Die slaat nog harder toe door dan dat die nu al doorgezet is. Dus je ziet steeds meer bedrijven of collectieven van bedrijven die functiespecialisten naar zich toe halen. En daarin
ja, eigenlijk naar zich toe trekken de diverse taken om uiteindelijk met elkaar er beter van te worden.